Goedemorgen. Je ziet een aantal filmpjes met dezelfde look, want ik neem een heleboel dingen achter elkaar op. Ik heb wat geshopt bij, volgens mij heb ik dit bij notino.nl gekocht. Ik zit met één oog even gauw het schaat te bekijken. Bij notino.nl gekocht en ik ga dat met jullie delen. Hartstikke leuk jullie kijken. Welkom. Als eerste, ik ga mijn bril even opzetten. Die had ik net nog op, maar... Heb ik twee. Het doe ik normaal nooit, omdat ik niet weet of ik de textuur fijn vind. Maar ik heb de Revlon Colorstay Creamy Eyeshadow. In de kleur 705 Crème Brûlée. Nou, dat is een beetje beige. En ik heb de kleur 715 Espresso. Dan heb ik gekocht de Max Factor Gel Color in de kleur 200 The Icon. En dat is deze kleur, wordt het, op je nagels. Een beetje peachy. Ja, het komt wel overeen met het potje. Die hoeft niet in mijn alledaagse ding. Dan heb ik gekocht de Super Dewy Skin Tint van Revolution in de kleur Light Beige. Heel gek, want ik ben altijd een beetje porselein qua kleuren. Altijd zeg maar de één na lichtste. Maar dit was de kleur voor mij. Ik heb hem opgehad en ben hem natuurlijk aan het testen. En de kleur klopt inderdaad wel. Dan heb ik de Maybelline Affinitone Hydrating Tone on Tone Foundation Natural Radiance in de kleur 02 Light Porcelain voor all skin type. En er zit in vitamine E en hyaluronzuur. Geen idee, ik heb dit nog nergens in Nederland gezien. Maar ik dacht, ik wil deze proberen. Gooi ik even de rest van mijn zakje leeg. Dan heb ik van XX Revolution de Under the Shadow Sticks Creamy Eyeshadow Stick. Die ziet er zo uit. En dat is dan een shadow stick in een hele zachte roze kleur. En hij is ook inderdaad roze met een, hallo, ja, daar, glittertje. Dat gaan jullie niet zien. Oké. Sorry als het beeld niet helemaal goed is. Ik film op mijn oude telefoon. Ik heb de Rimmel... Dingen zijn niet nieuw, hè? Niet nieuw op de markt. Niet allemaal. Sommige dingen misschien wel. Maar ze zijn wel nieuw voor mij. Ik heb het nooit gebruikt. Rimmel London Radiance Brick Multitone Shimmer Powder. Ja, nou. Dat is zeg maar een bronzer. Maar dan met verschillende tinten en er zit een glimmertje in. Heel licht. Vind ik heel fijn, want ik hou niet van bronzers. Nee, niet. Nee, ik hou wel van bronzers. Ik hou niet van... goed. Dan heb ik de Maybelline Affinitone Tone on Tone Concealer. En het is daar iets Russisch of Pools op of zo. Ik weet het niet. Dit is de kleur 01 Ivory. Dat is zo'n stick. Heb ik eigenlijk nooit. En ik ben ook niet zo van de concealer natuurlijk. Dus, maar goed, gaan we proberen. Ik heb van Max Factor een lip butter stick gekocht in de kleur 118 met Dawn Dew. Dan heb ik een Rimmel
Oh My Gloss gekocht in de kleur 62 My Eternity. Dus een beetje mauve kleur. Dus dit. Ik heb een Rimmel Exaggerate Full Color Lip Liner gekocht in de kleur 018 Addiction. Dat is met zo'n schuin. Heel apart. Dat is deze. Het is bij mij allemaal wel altijd een beetje dezelfde tinten, hè? Ik heb een Maybelline lippenstift gekocht in Smoky Taupe Ultra Matte. Dit is de kleur 15 Smoky Taupe. Of dat wat voor mij is, weet ik nog niet. Maar dit is die. Dan heb ik een lippotlood gekocht van Maybelline Color Sensational in de kleur 6 Beige Babe. Dat is deze. Over het algemeen vind ik de lipliners van Maybelline heel fijn. Ik heb een kwast gekocht. Dit is de Essence 2-in-1 Correcting and Contouring Brush. Met een, het is wel lekker zacht, maar een iets groter en iets kleiner kwastje. Die leg ik even bij mijn kwastjes. Ik heb een Eye Chrome Matte & Metal gekocht van Revolution. Er zit dan een matte kant in en een glimmende kant in een beetje nude en rose gold-achtige kleur. En dit zat erbij. Ik kan me niet herinneren dat ik dit besteld heb, maar dit is een Notino eigen merk. 3-in-1 make-up, eye, lips en face. En dit is een, nou, er staat dan op first blush. Het lijkt zo'n stick, maar als je hem dan open doet, dan zit er een soort maalsysteem in. En als je dan draait, dan maal je dat eruit op een of andere manier. Heel apart. Dan pak je het zo op en dan kan je het zo... Hier zit hij, hier, heel lichtjes. Het een heel apart ingenieus systeem. Ik ga kijken wat het is. Even een doekje. Bedankt voor het kijken. Hoop jullie het leuk vonden. Ik ga al deze productjes binnenkort proberen. Leuk dat jullie naar mijn hobby YouTube kanaal keken. En ik zie jullie graag de volgende keer weer. Doei!